Hey guys, ik ben hier vandaag samen met Frans Musche bij Family Fit en we gaan een serie OCR technieken behandelen. De eerste is de monkey bars. Check it out. Normale monkey bars kun je zijwaarts klimmen met de handpalmen naar elkaar toe. Dit is volgens ons de makkelijkste manier omdat je je handen zo min mogelijk hoeft te draaien aan de bars. Ook bij natte monkey bars is dit een goede manier. Sla een paar tredes over als je een goede grip hebt om meer snelheid te maken. Let erop dat je een goede swing inzet vanuit je benen. Je kunt ze ook voorwaarts klimmen. Elke bar meepakken is langzamer, maar wel makkelijker. Ook voorwaarts kun je overslaan, waarbij je een swing inzet. Voorwaarts zonder swing is het snelste. Stoot je arm extra uit naar voren en houd de rest van je lichaam stabiel door je core goed aan te spannen. Doe dit alleen met goede grip en sterke schouders. Bij monkey bars omhoog kun je het beste achteruit klimmen. Je hoeft je dan zo min mogelijk op te trekken en je kunt gebruik maken van je swing. Omlaag is zijwaarts het makkelijkste om gecontroleerd af te dalen. Rollende monkey bars kun je ook het beste achteruit klimmen. Kantelende monkey bars kun je net als normale monkey bars pakken. Wees voorzichtig bij het kantelpunt en zorg dat je met twee handen hangt. Klim de monkey bars zoveel mogelijk met lange armen. Pak alleen korte armen als de monkey bars nat of modderig zijn en je erg weinig gripkracht hebt. Er zijn dus verschillende manieren waarop je de monkey bars kunt nemen. De een is wat makkelijker en de ander gaat juist wat sneller. Oefen ze en kijk wat voor jou het beste is. Check nu een aantal veelgemaakte fouten bij de monkey bars. Een veelgemaakte fout is dat je niet goed gebruik maakt van je swing. Een andere fout is dat je wel een swing hebt, maar niet ver genoeg reikt. Nog een fout is dat je te veel zijwaartse swing creëert. Een andere fout is dat je met beide handpalmen vooruit wijst. Een andere fout is dat je te veel moet optrekken aan je armen. Vooral bij monkey bars omhoog is dit een veelgemaakte fout. Bij de rollende monkey bars is het vooruit klimmen veelgemaakte fout. Aan één hand hangen bij het kantelpunt is een veelgemaakte fout bij de kantelende monkey bars. En stel nou dat je de kracht nog niet hebt om te blijven hangen bij de monkey bars. Dan zijn dit een aantal oefeningen voor jou. Versterk je vingers door met een paar blokken hout of stenen te gaan lopen. Je kunt hier ook kettlebells of andere gewichten voor gebruiken. De gouden tip is gewoon heel veel hangen. Probeer zoveel mogelijk aan je vingertoppen te hangen, zodat er geen knik in je pols zit en je zoveel mogelijk een rechte lijn in je armen hebt. Combineer het hangen met knee raises. Hiermee maak je het hangen zwaarder en train je tegelijkertijd je buikspieren. De volgende stap is om rustig heen en weer te zwaaien, om zo de beweging van de monkey bar zijwaarts na te doen. Na een tijdje kun je proberen steeds een hand los te laten. En probeer dit spelletje eens. Boter, kaas en eieren met een pegboard terwijl je hangt aan een stang. Eens kijken of je dit vol kunt houden. Alright, dat was hem. De eerste OCR techniek, namelijk de monkey bars. Laat even weten in de reactie wat jij ervan vond. Tag je maatje die misschien wel iets heeft aan deze techniek uitleg. En laat ons ook even weten welke technieken jullie willen dat wij nog meer behandelen. We zien jullie in een volgend filmpje. Later!